denk je dat? Ik wil dit nooit meer doen. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Deze zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Elsa. Hoi Emma, wij zijn van de Groningen Studenten Zeilvereniging Meeting. En zoals je ziet, zijn we nu nog lekker aan het varen. Maar morgen zullen we in de haven van de Schelling liggen. En daarom wil ik jou uitnodigen om langs te komen op onze Zomerwaddenweek. Want wij hebben elke avond het allermooiste feestje. Ja, Elsa nodigt me uit voor de Zomerwaddenweek. En dus ben ik afgereisd naar het prachtige Terschelling. Want daar liggen ze in de haven. En ook vandaag ga ik weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Eerst aan mij de taak om ze te vinden. Tussen alle boten. Hoe heet de boot ook alweer? Studentenvereniging Mede is sinds 2002 de trotse eigenaar van dit schip, genaamd Nicolaas Mullerius. Wat dient als hun varende sociëteit. Eens per jaar is de Zomerwaddenweek en deze week staat geheel in het teken van zeilen en zuipen. En dit alles gebeurt onder het toezichthoudend oog van Schipper Jan, die zelf al sinds 1995 lid is. Mede? Dan ben je hier aan het goede adres. Kijk eens aan! En hoe kom ik aan boord? Wij zijn uitgenodigd door Elsa. Die is hier wel aan boord. Nou, dan zitten wij goed. Moet ik dan gewoon zo eroverheen even? Oké. Hallo! Geven. Dat meen je niet? Ja, je hebt al aan de bel getrokken. Nee joh! Zo snel gaat dat hier, ja. Ik word gelijk aan het werk gezet. 7 bier. Ben jij mij uitgenodigd? Ja, klopt. Waarom? Waarom is dit het allermooiste feestje? Het is gewoon heel bijzonder dat wij dit kunnen doen. Er is geen enkele andere studentenzeilvereniging in Nederland die zo'n prachtig schip heeft dat vaart en kan borrelen. En ja, het is gewoon uniek, want normaal betaal je superveel geld om mee te varen op zo'n schip. En wij betalen alleen voor het eten. En we doen alles hier zelf. De hijsen, het varen, iedereen is van mede. Dus dat vind ik gewoon heel vet. Kijk, dat is een duidelijke pitch. Oké, jongens, het is tijd voor de verplichte versnapering. En dat is deze keer een U-boot. Een heerlijke Sonnemacola, een vlugeltje en een biertje. En dat is een halve liter en dat moet in één keer op. Dat moet in één keer op? Ja, het is een hele lekkere cocktail. Is die voor mij? Nee, is voor jou. Het is ja. Oh, Jesus Christ. Het U-bootje. Of tje. Je krijgt het echt niet op, hoor. Ik heb er ook echt geen zin in. Ik doe dit gewoon op mijn eigen tempo, jongens. Dit doe ik voor het vaderland. Het volk en spuiten en slikken. Oh. Ik wil dit nooit meer doen. Maar hou je dat dan wel vol 7 dagen? Af en toe 's middags even een dutje en dan ben je er wel weer bij. Ja, en jij zegt een dutje. Ja. Jullie slapen hier ook. Ja, dat klopt. Ja, we slapen hier ook. Hebben we hier zo allemaal bedjes. Ja, er ligt nu allemaal spul. En dan gaan al die matjes die gaan hier op de vloer. En nou ja, dan... Jullie leggen elke dag al deze matjes hier neer? Ja. Het is gedoe op zo'n schip. Hoe doe je dat dan als je niet alleen wil slapen? Als je niet alleen wil slapen? Nou, dan zijn er een paar opties. Een leuke optie is misschien, we hebben nog een barhok. Oh. En die staat nu echt stampensvol. Ja. Dus dat is even ombouwen. En dit is dan de plek waar je een beetje verliefde... Ja, dit is wel wat krap, hè? Heb je dat wel eens gedaan? Ben je wel eens in het barhok gedoken? Nee, ik niet, ik niet. En wie is er deze week al in het barhok gedoken dan? Auke, kan jij mij even vertellen wat gebeurt er nu? Ja, een vlugel estafette staat hier te gebeuren. Degene die ze als eerst leeg drinkt, die heeft gewonnen. 3, 2, 1. Oh, daar gaan ze. En wie ligt er op kop? Oeh, de nummer 1 gaat heel snel achterover. Maar de nummer 2 is ook al heel erg snel. En Elsa gaat als een speer. Ze is aan nummer 4, 3 al begonnen. Maar Auke die haalt het in. En oh nee! Ja! Olivier was als eerst met zijn handen. Oh, wat voelt dit goed. Ja, maar... ik wil graag mijn moeder bedanken. Ik wil graag mijn vader bedanken. Yes! Nee! Op je snel!
Nou, dit is geen winnaar, dit is eroverheen, lieve schat. Het spijt me heel erg, maar ja. Is dit een straf, twee van die dingen? Nee, niet echt. Nou, het is best lekker. En als je moest kiezen, zuipen of zeilen? Nee, dat kan ik niet kiezen. Zeilen, zuipen, zeilen. Ik weet het echt niet. 3, 2, 1, zeg nu. Ja, zuipen. Is de gangmaker van de groep. Hilde Verstoppen. Ja. Is dat iets wat de gang erin brengt, Hilde nou, Verstoppen? Nou, het brengt in ieder geval heel veel hilariteit om te kijken of Hilde ergens in past. Hilde! Ben jij er klaar voor om ergens in gestopt te worden? Waarin vandaan? Wat gebeurt er als jij ergens in past? Nou, als ik ergens in pas, dan mag ik een U-boot uitdelen. Dat kennen we inmiddels, de U-boot. Die U-boot kennen we. Super lekker. Ja. Dat kan ik echt aanraden. Nu wij eenmaal weten wat jouw power is als jij in iets past, ben ik wel benieuwd. Waar gaat Hilde vanavond in? Iemand heeft wel een grote tas bij zich. Laten we naar de bokskist. Bokskist! Hoe voel jij je erbij dat jij de gangmaker van de groep bent? Nou ja, ik vind het fijn dat ik andere mensen vermaak kan brengen. Als het lukt en ik mag een U-boot uitdelen, dan ben ik ook blij. Is het wel eens niet gelukt? Ja, het is ook wel niet gelukt. Waar dan? Ze hebben me ook geprobeerd in de barkruk te stoppen. In die barkruk? Ja. Ja, en dat is ook maar zo. Maar zeg maar, ik mocht niet uitsteken. Ja, dat lukt niet. Dus ik ben wel klein, maar ook weer niet zeg maar zo klein. Want waar ga jij zo meteen in? Ik ga in Henk's tas. Denk je dat het past? Ik denk het niet. We gaan het meemaken, nee, daar is de tas. Eerst met je billen, ja. Ja, jongens, dat past. Dit past veel te makkelijk. Dit is best wel groot. Hij moet wel dicht. Hilde zit in de tas. Hilde, hoe gaat het daar in de tas? Was wel een beetje benauwd. Dan is nu de vraag, aan wie geef jij de U-boot? Heb jij zin in nog een U-boot? Wat denk je zelf, Hilde? Maar moet ik even rondkijken, hè? We hebben deze keer geen gangmaker koek. Nee, Hilde, haar extra power is dat ze een U-boot mag uitdelen. Auke is hard aan het wijzen, maar Auke is nog een kwartier jaren. Auke, de U-boot! Is ja, voor jou. Natuurlijk, op mijn kassen. Ja. Trek die af! Oh, jeetje. Trek die af! Jij hebt de U-boot op, dat betekent dat de tijd is voor muziek! Muziek! A, B, C, ik heb alle soorten mee. Ik heb alle chemicaliën van X tot THC. En we moeten even door, dus ik neem een puntje C. Heb jij al iemand weten te strikken hier? Niet hier. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet? Nou, ik vind het heel gezellig, maar het hoeft niet hier. Nee. Heb jij een beetje chance? Chance? Met deze mensen? Nee. Dat is een niet echt genuanceerd antwoord, maar weet je? Oh, hier moet er echt even bij zijn. Dit is zo Gronings. Het gras van het Noorderplantsoen, daar worden we heel erg emotioneel eigenlijk van. Dat is een belangrijk ding. Want als ik weg ben, dan mis ik de straten. Vanaf de toren tot aan Westerhaven. Ik mis de lucht. Ik ben geen Groninger, ik mag niet meedoen. Stadje studenten, het allermooiste accent. Geen Frankrijk, laat staan Cameroen. Doe mij maar het gras. Het gras van het Noorderplantsoen. Jongens! Is het tijd voor het hoogtepunt? Ja! Wat is het hoogtepunt van deze avond? Hoe gaan we hem over het randje tillen? Ja, dat betekent... Deze kroeg is natuurlijk echt prachtig. Maar ja, we hebben ook zin om af en toe van de boot te gaan. Want we zitten continu op de boot. Dus we gaan naar de Hoek 18. Op Terschelling! Ja, toch? Ja! Yeah! Oké, okay, op naar de OK-18. Moet de boot niet op slot? Nee, er blijven een paar mensen achter om de boot te bewaken. Dus we zijn oké. Okay. Nou, top. Jacques Chirac. Kom binnen, met je bitch, Hey, shorty, kom schudden tot mijn dick, Let's get it, let's get it, Hoe je make-up en je outfit is killing, Hoe je dat zelf gaan? Op tv ziet het er anders uit dan denk je, ik kan het, maar dan ja, valt het toch tegen. Helaas, maar je kan jezelf nog eventjes redeemen. Doe nu je allersickste dansmove.
Dit heb ik nog nooit gezien. Nee, dit is ook heel erg jammer. Dit flex, yellow flex, ik heb big ass ring om mijn nek. Ik heb een poolkast gevuld met snacks. Ik had niet verwacht dat zeilen, wat hard werken betekent, ook nog zulke leuke feesten op kan leveren. Maar dat krijg je, hè, als je een studentenvereniging op een boot zet. Over en uit, ik ga slapen.